Rianne, 11 jaar, is met haar ouders en zusje op verjaarsvisite bij haar tante. De tafel is keurig gedekt en er staat koffie met gebak klaar. Rianne loopt langs de tafel naar haar zusje en raakt daarbij met haar hand een kopje koffie, dat omvalt. Verschillende mensen zeggen er iets van, maar Rianne heeft geen idee wat zij te maken heeft met de omgevallen koffie. Ze geeft haar zusje de schuld. In de ogen van de visite is het raar dat een 11-jarig meisje een ander, die niet eens in de buurt staat, de schuld geeft. Terwijl het heel duidelijk is dat zij het zelf heeft gedaan. Gelukkig begrijpt Rianne's tante hoe ze denkt. Zij vertelt haar, jij weet niet dat je dat kopje omgooide, maar jouw hand deed dat toen je er langs liep. Zeg maar even sorry. Rianne zegt netjes, sorry, waarop die visite er verder geen aandacht meer aan besteedt. Door ingrijpen van tante is voorkomen dat Rianne een stempel opgedrukt krijgt. Maar waarom geeft Rianne haar zusje de schuld? Tijdens het ongelukje keek ze naar haar zus, want daar liep ze heen. Zij koppelt deze twee puzzelstukjes, het omvallen van het koffiekop en haar zusje, aan elkaar. Voor haar is dit één beeld en dus de ware versie van het verhaal. Tante helpt haar door haar een regel te geven. Zeg maar even sorry. Waardoor haar gedrag sociaal geaccepteerd wordt. De kans dat een autistisch kind foute stukjes legt, is ruimschoots aanwezig. Je hoort deze kinderen praten en je denkt, dat klopt niet met mijn waarneming. Het kind heeft een beeld van een gebeurtenis dat niet overeenkomt met de werkelijkheid. Hij heeft fout gepuzzeld. Omdat het puzzelen onbewust gebeurt, kun je hem niet aanspreken op zijn foute denkbeeld. Dit is zijn beperking. Het gevolg van zijn gefragmenteerde waarneming. Ga hierover dan ook niet in discussie, want het is zijn waarheid. Bedankt voor de aandacht.